Yo, Bikebro's! Ik ben er weer, man. Microfoontje is geleverd en ingebouwd. Dus als het goed is, zien jullie deze video en horen jullie mij weer. Dus nice dat jullie weer kijken. Ik ben met mijn vriendin en vaders even een rondje aan het rijden. We hebben net al een aardig rondje erop zitten. Net even wat gedronken op het terras. In het t-shirtje. Ja, dat is niet normaal, joh. Dit weer, joh. Dat is echt niet normaal. En we zijn nu met een omweggetje weer een beetje richting huis aan het gaan. Dus we zijn weer met de R7. Boah, dat ding is echt zo gruwelijk. Kijk dan, joh. Buikbootruitje aan, hoppa. Kijk, wat is er met die stoplichten hier dan? Er kan er eentje doorheen en dan gaat hij alweer op oranje. Nou, deze blijft prima op groen. Dat is prettig. Nou, het heeft even geduurd met die microfoon. Want we hebben die dingen uit Amerika, uit Los Angeles. Dus dat duurde een week of twee of zo voordat die nieuwe binnenkwam. Maar we zijn weer terug. Dus er komen ook weer duo-vlogs en zo aan. Yes, dat is lekker, man. Dat is echt lachen. Oh ja, ik was net, we waren net, waar was dat? Ergens op de Veluwe volgens mij. En toen kwam ik een Aprilia tegen. En toevallig reageerde iemand op de video gisteren dat hij zichzelf had gezien in mijn video. Maar ik dacht echt net van, hé, volgens mij is dat weer die gozer. Volgens mij Luc, denk ik. Ik weet niet zeker meer. Maar als het zo was, dan ja, het zou eigenlijk geinig zijn. Dus zondag was dat. Wordt dit opgenomen. Het zou wel heel toevallig zijn als ze weer die, dat we je weer tegen zijn gekomen. Dan moeten we een keer samen gaan rijden, denk ik. Mooi dingetje volgens mij wel. Wat is dat, een BWTje? Echt een boel motoren gezien vandaag. Het is echt zo'n zondag, ja, wat is het ook, hè? November. Als je dan een lekkere dag hebt en je hebt de motor niet weggestald, ergens wegstaan, dan moet je hem gewoon pakken als motorrijder. Anders ben je geen motorrijder. Het ziet er al een stuk comfortabeler uit op de R7 nu. We hebben hem gisteren opgehaald Ja, dan heb je van die fucking gladde banden natuurlijk. Het ziet steeds soepeler uit, moet ik zeggen. Er komt iemand laat van misschien moet je een keer zo'n balaclava proberen of gaan halen. Nou, toevallig heeft een vriend van ons zo'n ding gehaald en we hebben hem ook allebei nu op. Het is gewoon echt zo'n, ja, het was een goedkoop ding, weet je wel, om even uit te proberen. Maar het is echt ideaal, joh. Je helm zit ook veel lekkerder of zo met zo'n ding. Het zit gewoon, ja, ik weet niet, iets compacter ook of zo. Dus dat is een goede aanrader. Bedankt. Bedankt voor de tip. Daar doen wij iets mee. Bij Bikebro's doen wij iets met tips. Ja, een paar van die campertjes. Dat is ook wel nice, wil ik ook een keer doen. Dat was een campertje naar Noorwegen of zo. Oh, lijkt me geweldig, joh. Dat is een beetje hetzelfde vervoer als wat je op de motor hebt. Gewoon die freedom, die vrijheid wat je dan hebt. Oh, echt wel lekker. Je kan het ding gewoon van neergooien, ga je gewoon pitten. Ja, dat is echt wel nice, hoor. En sowieso, Noorwegen is echt heel mooi volgens mij. Waar zijn we? Ja. Die pa van ons, die neemt ons mee naar plekken altijd. Je ziet altijd wat nieuws. Altijd zie je nieuwe wegen. Ga nooit dezelfde weg terug. Nooit. Oh, er lag een dooi op de weg. Een konijntje of zo. Ik kan ook niet wachten op mijn eigen motor, man. Gewoon mijn nieuwe, die ik wil. Kan ik ook dingen gaan aanpassen en zo. Geluidje eronder, uitlaatje. Ik ben ook wel benieuwd, die R7, in principe is hetzelfde blok als de MT-07. Maar hij klinkt toch wel iets anders. Dus ik ben daar ook wel benieuwd naar. Als daar een uitlaatje onder komt. Die komt er wel. Nog niet, maar het zit er wel aan te komen, denk ik, hoor, dat er ook al een uitlaatje onder gaat komen. Ja, het is toch wel lekker als je gewoon als motorrijder gewoon ook je motor gewoon beter hoort. Oh, we gaan ook rechts. Oké, ik dacht zijn eigenlijk van die auto's af. Gaan we nog gewoon achteraan. Die Tesla, die wil wel. We zijn trouwens bezig met Instagram. Iets actiever mee zijn, dikke foto's geschoten trouwens. Ja, dus als je dat ook vet vindt, check vooral even de Instagram en zo van ons, van Bikebro's. Staat ook gewoon allemaal op YouTube, staat gewoon allemaal bovenin in die banner. Kan je gewoon op Instagram klikken, kom je gelijk bij ons Instagram terecht. Dus dat zou helemaal top zijn. Nou, ik heb altijd het gevoel dat ik hier al een keer geweest ben, maar al die boerenwegen die lijken op elkaar ook, jongen. Af en toe een keer een rotondetje. Nou, als jullie nog kijken, ik kom zo'n stukje dat ik eventjes op de R7 ga rijden. Dus, als je die wilt zien, blijf vooral kijken. Hoppa, lekker bochtje. We zijn bijna thuis, ik spring zo even op die R7 richting huis, dus dan zien jullie me zo op de R7 weer. Yo guys, ben ik weer. Ik heb een ander stuurtje in mijn hand. We zitten even een stukje op de R7. Heel klein stukje, even naar huis. Even voelen of het anders was dan die demo die ik heb gereden. Dat proefritje die ik heb gemaakt. Dat was een 35 kW waar ik heb proefgereden. En dit is gewoon vol vermogen. Ja, hij moet nog ingereden worden natuurlijk omdat het een nieuwe motor is, maar hij voelt wel echt lekker. Nou, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Willen jullie meer zien van de R7? Zorg even dat je gewoon die abonneerknop even indrukt. En dan er komen vast en zeker meer video's van de R7. Dus gooi even die duim omhoog. Gooi even iets in de comment. En dan zien we jullie bij de volgende weer. Later!